Maak de stad vrolijk met theater, dans en muziek. Dat was het motto waarmee een groepje mensen in Leeuwarden vorig jaar voor het eerst een straatfestival organiseerde. Dat werd meteen een groot succes en overal in de stad was wat te beleven. De stad werd er ondanks het trieste weer van vorig jaar zelfs inderdaad vrolijk van. Dus alle reden om opnieuw zo'n festival te organiseren. En het succes van vorig jaar klonk na. Er waren nog veel meer deelnemers dan de vorige keer, in totaal wel zo'n 350 muzici, dansers en toneelspelers, die op een heleboel plaatsen in de stad onder schitterende weersomstandigheden hun kunsten vertonen. Het werd dus een vrolijke chaos in Leeuwarden. Vol met glas en trots. De mannen van Heideland vecht je. En het liefst ik nog voor God. Hoeveel hadden er nog scheren? Hoeveel hadden wij er nog kwijt? Wat dan het besef er is, hadden we meest om het wiet. Het kind als ik hoor. De boer die de stad zegt in de mens. Je ziet het binnen, de oude wind, de raad in kom en roep het op. En de vrouw in de jas en de lever worst in de rest in de drankjes. Zo lang, viva, 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 is niet zo lang. Viva, 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 is niet zo lang. De post proef mij hoe het pront. Wat militair papier goed, dat dienstje mat monier goed, te vjochtje on het front. Mevrouw de koningin, daar wil ik net om mij dwaan, kleeuw net dat ik verdeerd waan, hier op een ierde ben. Misschien dat ik jou steur, trog je mij om te komen, maar mijn besluit is nomen, ik vermoed deze deur. Thank you.
Ja, Leeuwarden werd inderdaad vrolijk, dat hebt u gezien. Maar helaas is het toch aan veel mensen ontgaan. Er is te weinig voorpubliciteit aan het Friese Straatfestival gegeven en dat komt omdat de organisatoren te weinig subsidie kregen om hun werk goed te doen. Zo was aan de provincie Friesland 4500 gulden gevraagd, maar het resultaat was slechts 1000 gulden. En dat is te weinig om zo'n festival helemaal goed op poten te zetten en bovendien een aanzet te geven om ook op andere plaatsen in de provincie zo'n vrolijk gebeuren op gang te brengen. Zelfs vrolijkheid kost geld en daar zullen we het voor deze week dan maar bij houden. Van gewest tot gewest is er volgende week woensdag weer en dan kunt u kijken naar reportages over de beeldenroute rond Vledder in Drenthe, het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam en de Kleine Aarde in het Brabantse Bokstel. Graag tot volgende week. Straks na reclame en journaal en de zendtijd voor politieke partijen om 8:45 Panoramiek. Onder de titel De verlanglijst van het Pentagon wijdt Panoramiek zijn laatste uitzending van dit seizoen aan de spectaculaire Amerikaanse opvoering van de bewapening en de gevolgen daarvan voor de verhoudingen binnen het Atlantisch Bondgenootschap. En na Panoramiek om 9:10 in een directe uitzending in het kader van het Holland Festival een uitvoering van De Heilige Johanna van de Slachthuizen van Bertolt Brecht, uitgevoerd door leden van het Schauspielhaus Bochum. Wij waren gisteravond bij de repetitie en daarvan krijgt u nu een stukje te zien. Oxen und Schweine, kauft Oxen und Schweine, Oxen und Schweine. Und es war Stille über den Wassern und eine Pleite unter den Aufkäufern. Fleisch sehen, der Magen dieses Lands hat sich überfressen an Fleisch aus Büchsen und widersetzt sich. Was schreiben dir deine Freunde aus New York? Theorie. Wenn es nach denen ginge, müsste jetzt der ganze Fleischring in den Dreck und das auf Wochen, bis er nicht mehr japst. Und ich hätte auf dem Hals das ganze Fleisch. Unsinn. Lachen möchte ich, wenn die jetzt wirklich in New York die Zölle klein kriegten, den Süden uns aufschlössen. Macht ein Ding wie eine Os und wir wären nicht eingestiegen. Und wenn's so ginge, hättest du die Stirn aus solchem Elend dir dein Fleisch zu schneiden? Wo sie jetzt aufpassen wie die Luchse, wer hier was macht. Ich hätte die Stirn nicht. Da. Ja, u zag een stukje van Bertolt Brecht's De Heilige Johanna van de Slachthuizen, weliswaar van de repetitie. En straks om 9:10 gaan we rechtstreeks overschakelen naar de Koopmansbeurs in Amsterdam voor de uitvoering daarvan. De Tour de France 1981 begint op donderdag 25 juni aanstaande. De NOS-televisie zal live-uitzendingen verzorgen van de belangrijkste etappes en in samenvattingen andere dagritten aan u tonen. Op dagen van zeer belangrijke bergetappes komen we 's avonds laat terug met een compleet overzicht van de betreffende dag. Vanaf 25 juni dus de Tour de France via Studiosport te bezien. Een dag eerder trouwens tonen we u een voorprogramma.
We zijn dan in Nice en stellen de vraag: wie verslaat dit jaar Bernard Hinault?